Door de economische crisis stijgt ook de jeugdwerkeloosheid. Het vinden van een baan is daardoor moeilijker geworden, ook voor afgestudeerde mbo-studenten. Om dit tegen te gaan is in Leiden het project School X van start gegaan. Wij zijn alle afgestudeerden van het mbo, van het ROC Leiden en het ID-college, zijn we aan het bellen om te kijken waar ze op dit moment mee bezig zijn, na hun studie. En wat willen jullie met deze informatie? Wij willen eigenlijk weten wie er tussen wal en schip zijn gevallen. Dus er zijn leerlingen die doorstuderen, wat heel goed is natuurlijk. En er zijn leerlingen die aan het werk zijn gegaan. Maar er zijn ook leerlingen die op dit moment eventjes niet weten wat ze willen. Zijn niet aan het werk, zitten niet op school en die willen we graag oppakken. Meneer De Haan, 3000 afgestudeerde mbo'ers worden gebeld. Waarom gebeurt dit hier? We staan hier op het werkplein en gelukkig hebben we deze zomer voor het eerst in 3 jaar tijd hier op het werkplein minder dan 200 jongeren in de uitkering gehad. Dat is heel bijzonder, want de economische crisis is nog niet voorbij en het is ook heel hard werken. Nou, in het actieprogramma Jeugdwerkloosheid doen we dat ook. En dat doen we onder andere door te zorgen dat jongeren die van school zijn gekomen, dat die doorleren. Want iedereen die doorleert, ja, die komt niet in een uitkering terecht. Dus het is eigenlijk een hele goede maatregel voor jongeren om in zichzelf te investeren. En voor ons om het aantal uitkeringen zo laag mogelijk te houden. En wat zouden jullie het liefst zien dat zij gaan doen? Wij zien natuurlijk het liefst dat ze gaan doorstuderen, want hoe hoger leerlingen zijn opgeleid, hoe beter perspectief ze hebben op de arbeidsmarkt. En het is eigenlijk is dit project ingezet om jeugdwerkloosheid te voorkomen. En eigenlijk ook een beetje om inzicht te krijgen in om hoeveel leerlingen gaat het nu. En waar kunnen we eventueel de dienstverlening gaan verbeteren. Meneer De Wit, voor de ROC-afgestudeerden die nu thuis zitten en nog geen baan hebben, waarom is het weer belangrijk om naar school te gaan? Het is belangrijk voor je ontwikkeling, maar het is ook belangrijk omdat de kans op arbeid, de kans op werk in deze toch moeilijke tijden gewoon veel en veel groter is met je opleiding. En wat er hier gebeurt bij mijn collega Jan-Jaap De Haan, dat ze 3000 mensen, 3000 studenten, jongeren gaan afbellen om te kijken wat er aan de hand is, om te kijken of ze weer terug naar een opleiding kunnen, dat vind ik alleen maar geweldig. Als je gebeld wordt en je hebt geen baan en je zit thuis op de bank, wanneer kan je nog inschrijven voor school? Dat kan tot 1 oktober. Er zijn nog instroommogelijkheden, dus alle leerlingen die nu niets aan het doen zijn of denken van kan niet meer naar school, het kan nog wel, maar probeer je wel direct in te schrijven, naar een ROC te gaan en te kijken of je daar een gesprek met een studieadviseur kan krijgen. Ja, want voor 1 oktober ingeschreven betekent gewoon een mooie vol studiejaar die je kan volgen. Als het goed is wel, ja.